Goedemorgen en welkom aan iedereen hier aanwezig. Als parochiaan of als gast, gewend of misschien zelfs ook ongewend of onwennig in deze kerk. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Het maakt niet uit wie en wat je bent op dit moment. Wees hartelijk welkom in dit huis van onze God. In de naam van Hem die is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Als het goed is, en Fokken en ik hebben even zitten tellen, zijn we hier, nou ja, niet in dit gebouw, maar zijn we voor de 19e keer bijeen in een godshuis, als het carnaval is. Om toch even in alle drukte een moment stil te staan. Om ons op een moment even gepakt te weten door dat wat net naast ons staat, de ander, maar zeker ook onze God. Een speciaal welkom natuurlijk aan alle hoogwaardigheidsbekleders die wij vanmorgen onder ons mogen hebben. En ik wil jullie mijn namen vragen, als ik jullie noem, om even te gaan staan, zodat iedereen jullie ook even kan zien. Hartelijk welkom voor de carnavalsvereniging De Tonnenzotters. En dat is prinses Jewel en adjudant Pearl. Hartelijk welkom ook aan carnavalsvereniging De Kniezenbelters. Niet goed? Prinses Dans en presidenten Oost en West. Dan carnavalsvereniging De Wezenlanden. Wezenloze. Prinses Rea Bea, een adjudante draad en naald. Carnavalsvereniging De Eileuvers. Prins Sebas, een adjudante zus en zo. Dan carnavalsvereniging De Eipiepers. Prinses Indy en adjudante Noora en Romy. Carnavalsvereniging De Oelewappers. Prinses Bobine en adjudant De Vil. Goedemorgen. Carnavalsvereniging De Deurzakkers. Prins Geer. Nou. En adjudante Groen en Blauw. Goedemorgen. U ook. Oh jee. Nou, nu komt er eentje waar ik even op moet. Carnavalsvereniging Net Een Anders. En dat is prinses Xing Xiaoyang. En adjudante Xing Ri Xu en Xing Ri Luo. Carnavalsvereniging De Peperbussies. Prins Harry. Oh, Happy. Prins Happy. En adjudant Fun. Welkom. Carnavalsvereniging De Aanmakers. Aanmakkers. Prinses Lola. En adjudant Noah. Ha, goedemorgen. Carnavalsvereniging De Gleuvenskoevers. Prinses Maud. En adjudanten Hop en Gerst. Goedemorgen. En tot slot, carnavalsvereniging De Beste Vaartjes. Met prins Mike en adjudant Quinten. Beste hoogwaardigheidsbekleders, mag ik u vragen om naar voren te komen? En mag ik u vragen om uw steek en uw scepter af te leggen als symbool voor onze God? En mag ik u dan vragen om dat te doen op de onderste twee. Steven, hier aan deze kant graag. Deze kant en deze kant. Nee, jij bent geen carnaval.
het speciale gebaar om de scepter over te dragen aan de eeuwige, die wij noemen onze God. Niet zomaar. Het hoort in een bepaalde traditie. En je doet het met een bepaalde intentie, een bepaalde doelstelling. Laten wij het daarom op dit moment stilmaken in onszelf en ons richten op de bron van ons leven, onze God. In een leven gaan dingen niet zoals we graag zouden willen. Worden mensen ziek? Kwetsen we anderen door ons gedrag of onze woorden? En voor al die keren dat wij God of elkaar niet zagen staan, vragen wij hen en elkaar om ontferming en vergeving in ons gebed. Eeuwige, onze God, zie ons, uw mensen, zo goed en zo zot als we zijn. We springen deze dagen wat vaker uit de band, maar leven soms ook in de ban van de afgemeten maat. Wees met ons begaan, neem weg wat op ons drukt. God, u roept ons op heilig, heelmakend te zijn. En vaak zijn we niet zo prettig en stoorzenders voor anderen. Zie ons en zegen ons, want met ons goed en kwaad zijn wij mensen van u. Wij storen onszelf ook vaak aan mensen die anders zijn dan wij. En toch weten wij, zij zijn ook beeld van u. En voor al de keren dat wij tekortschoten, wij... God, zie ons aan, mensen van alle slag, en wees er met uw ontferming dat wij ons omkeren naar elkaar en naar u. Amen. Kerk die in beweging is, en dat kan ik u ook laten staan, want ik verzoek u
voor het gebed al voor ons de Heilige Schriften open te gaan staan. Nabije God, u roept ons samen in dit huis van gebed. Rond uw woord, wij vrouwen en mannen, wij sassendonkers, kinderen, groot en klein, zoveel kleurig en veelsoortig als we hier vanmorgen mogen zijn. En bidden we samen. Maak dat wij openstaan voor uw woord, dat we worden geraakt, dat we liefde durven geven en ontvangen, zodat we elkaar tot zegen kunnen zijn. Amen. En ik verzoek u te blijven staan tijdens het lezen van het evangelie. En de woorden uit het evangelie zijn gekozen uit het evangelie van Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: niemand kan twee heren dienen. Hij zal de een haten en de ander liefhebben. Ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u: wees niet bezorgd voor uw leven. Wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Maar u, hemelse Vader, voedt ze. Zult gij dan niet veel meer dan zij? Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg 1 el toe te voegen? En wat maakt gij u zorgen over uw kleding? Kijk naar de leliën in het veld, hoe ze groeien. Ze arbeiden, nog spinnen. En toch zeg ik u, zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veld gewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleed, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen. Maak u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen we eten, of wat zullen wij drinken, of wat zullen wij aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Maak u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. Zo zijn de woorden van onze Heer Christus in het evangelie van Matteüs. Amen. Dan mag u weer gaan zitten. Zoals ik zei, een kerk in beweging. Zwolse maloten. Elke dag brengt nieuwe hoop. Dat is wat u bracht hier met de Zwolse kapellen in de Polonaise lopen. U allen daarom welkom heten in deze mooie kerk, dat is toch bijzonder in een liturgisch werk. Want wat is het toch bijzonder fijn om in ons Sassenhok een Zwolse malo te zijn. Zo zag ik gisteren de stoet der dolle dwazen en vierde een vereniging tot late uren het bal in volle zalen. Dan is het toch maar weer dat jullie hier op dit vroege uur allemaal zijn deze keer. Glorie aan onze Heer en alaaf aan u, koor en kapel. Met deze maloten vieren we het carnaval deze ochtend zeker wel. Chapeau daarom aan u allen hier bijeen, in Zaltenay en glans aan één. Toch
stellen we onszelf wel eens de vragen. Waardoor u zich in dit feest laat dragen? Hoe het komt dat u zich zo laat vangen en zich op hol laat brengen door al die feestgezangen? Zo verdiepte ik mij dit jaar in uw hoogheden. En de leus waar uw zotten en zottinnen het mee deden. En ik citeer maar uit de woorden van u allen, wellicht dat onze vraag overdragen van het carnaval dat kan beantwoorden. Om zomaar van een hoogheid te leren, doen de deurzakkers ons het volgende citeren. Zo kun je het feest in straks en gaan genieten, zonder dat je het laatste rondje uit wil gieten. En als u er toch nog een laatste drankje van Prins Gier ingiet, pas op dat u er dan niet groen of blauw van ziet. De knielenbeltes maken het ons simpel. Een tekst zo duidelijk met vlag en wimpel. Dat feesten zitten allemaal wel in het bloed. Dat kunt uw hoogheid dans toch bijzonder goed. Van Zwolle Oost naar Zwolle West, bij u zwiert het carnaval op zijn best. Zo mocht ik tot mijn verbazing ook lezen dat we zelfs uitstraling hebben met Chinezen. Nu zag ik geen pinda's bij hun op de branders, maar het gaat daar toch altijd net even anders. Want bij hun is het feestje ook in volle zwang, hoor ik zelfs bij prinses Taiyang van een paar in de gang. Ach, en lukt het dan even niet meer als prins der stad, dat zingen en dat hossen, dan kun je, hoogheidse Bas, je altijd nog de zus of zo laten aflossen. Alhoewel dat in het protocol der stadse Eileuvens vast leidt tot commotie, is veranderen toch het leven, het wezen van leven, genieten en promotie. En is dat allemaal op, laat u dan inspireren door prins Maud met gerst en hop. Bijzonder is het wel, deze saamhorigheid. Een compliment voor ons allen, voor jullie verenigingen en vrijwilligheid. Dat wordt steeds minder in deze dagen, bij individuen steeds meer hun eigen aandacht vragen. Maar gaat het om de eigen aandacht wat ons heeft te pakken? Of is het toch het samen zijn waar we allemaal wel naar snakken? Daarom maar even terug naar de woorden van vandaag, want die vertellen ons ook wat over deze vraag. Pluk de dag, zegt vandaag ons evangelie, en laat het kwaad niet woeden als een epidemie. Er zijn voor de ander is het devies, voor jezelf jagen is alleen verlies. Ook al ga je gekleed als rijke heer, het ontslaat je nooit een keer. Te kijken naar de lelies op het veld, de natuur in al zijn pracht gesteld. De mens om je heen in liefde geborgen, aandacht voor hen met armoede zorgen. Zo brengt de liefde van God ons niet naar hem alleen, maar ook naar alle mensen om ons heen. Een boze bui, gesproken, geeft reactie als zwarte rook geroken. De liefde, uitgedeeld in handelen, laat positief stralen met ons allen wandelen. De warme hand, weldra uitgestoken naar de voorbeden, geeft mij de glimlach van de vrede. Maak je daarom niet bezorgd over morgen, want daar zijn weer andere zorgen. Neem mee als Zwolse maloot een nieuwe dag met nieuwe hoop. Dien daarom in deze dolle dagen geen twee heren als dwazen. Volg uw prins of prinses in goede luim en doe aan het geroep en het goede van de oproep verder geen verzuim. Want tradities van een goede leus past bij onze hoogheden, het is heus. Nog even terug naar onze zottige neuzen en de woorden uit hun carnavalsleuzen. Zo kreeg ik in de gaten, is er tussen prinsessen ook een competitie in het kleding maken. Weg de oude jaren van het kielenbal, om maar te zwijgen van de jaren 70 en de witte overal. Uitdossen en hossen is het betoog. Kijk maar om je heen,
in al die kleding. Dat is wat ik betoog. Een hele klus, dat zeker wel. Een draad in stof, dat gaat niet zo snel. Nee, dat fixen, zegt onze Oelewapse prinses Bobine, dat doe je met een naaimachine. Wel, van zo'n beweging weet ik als pastor niet altijd het fijne, want daar kom ik thuis niet mee in het reinen. Zo roept onze wezenloze prinses Crea Wea, met naald en draad gaat heel Sassendonk uit de naad. Wel, ik hoop niet dat het u zal gebeuren, maar ik zie u liever niet met z'n allen uit de broek scheuren. Tot slot onze hoogheid, jawel, Jules van de Tonnenzotters. Al die tekst mag wel wat vlotter. Neem daarom de glimp van parels en juwelen in het feest. Dat is de kracht van een maloot met verenigingsgeest. Tot slot. 25 jaar geleden was Sassendonk al zo'n peer. Daar ben ik nog trots op elke carnaval weer. Want bekend is Sassendonk tot in alle streken. Is het niet van de Zwolse vluchtelingopvangweken, dan wel ons naam in carnavalsland. Want zo roept men bijvoorbeeld in Oeletoet, die Zwolsen zetten Sassendonk goed op de snoep. Want ze gaan al een paar jaar met Johnny de Boer op. En zo zijn ze de enigen met carnavalskookgenot. Het carnaval zit daarom in ons Sassendonk altijd in de lift. Kijk naar de emancipatie als toegift. Prinsessen dit jaar te over. Van vrouwelijke atjes maar te zwijgen. Kapellen van hoog gehalte die met gemak polonaise rijgen. En kennen we dit jaar in Sassendonk burgemeester Meijer als prominente anima, dan zal het ons benieuwen of deze opwaartse gang doorslaat met een geëmancipeerde stadsprinses, bijvoorbeeld Maxima. Daarom, Zwolse maloten, vandaag in het huis van onze Heer blijft het bijzonder dat pastor Reewijk en ik u mogen vangen in zijn symbolen en riten en uw geloof hier weer. Samen bidden, zingen en beleven in stilte en verbondenheid, of hoe je het ook persoonlijk doet, met elkaar even stille zoals de maloot zijn in het feest bij Christus voelt altijd goed. Hebben wij daarmee antwoorden op onze vragen? U mag er zichzelf mee belagen. Wij weten dat we vieren Gods woord in blijheid en vertier. Met onze jaarleus en die van de kapel in vertier. Wij eren u Zwolse maloten daarom met de leus van onze kapel in muzikale nood. Want elke dag brengt nieuwe hoop. Amen. In het vertrouwen dat God met ons is, hoe we ook zijn, leggen wij onze gebeden aan God voor. Goede God, ook al zijn we niet altijd bij u met onze gedachten en misschien nog wel minder met onze daden, u kent ons, u bent bij ons, u draagt ons. En daarom bidden wij voor mensen die niet meer kunnen genieten van het leven, die geen uitweg meer zien uit hun duisternis en verdriet. We vragen nu, goede God, wees hen aanwezig. God, we bidden voor mensen die lijden onder geweld en misbruik. Voor hen die niet meer als mens gezien worden. Voor hen die willen leven in het voetspoor van Jezus. En die tegen de stroom in zijn weg willen gaan. We vragen nu, wees hen nabij.
God, we bidden voor iedereen die hier aanwezig is. Dat wij mogen genieten van het feest van carnaval. Dat het ons kracht en levensvreugd mag geven. We vragen u, wees ons allemaal nabij. Goede God, we willen bidden voor alle zieken. Thuis en in zieken- en verpleeghuizen. En speciaal vragen wij ons gebed voor Jantina van der Velde van de carnavalsvereniging De Hunne in Steenwijk. We willen bidden voor onze dierbare overledenen, van wie wij vandaag bij namen noemen. Paul Wiertz, Gerard Mulder, Jan Michel, Jan van den Berg, Theo van der Vechten, Johan Boeven, Ria Halfwerk, Alfred Nijenstein, Anna Elisabeth van Duren-Spithof, Willy van Essendijking en Aukje Opdam. En voegen wij in een moment van stilte onze eigen gebeden en gedachten daaraan toe. God, u bent ons niet vergeten. Laat ons dan ook nu niet vallen. Verhoor ons gebed en maak ons mensen van uw woord van vrede, liefde en gerechtigheid. Maak ons mensen naar uw hart. Niet vandaag, maar alle dagen die ons gegeven zijn. Amen. We zijn gekomen aan de collecte. En ik zal mijn collega Fokke van Dalen vragen om even te vertellen waar de collecte vanmorgen voor is. Ja. Het leven bestaat uit meedoen, erbij zijn, met z'n allen zijn, samen doen. In Zwolle kennen we de stichting Meedoen. En de stichting Meedoen die zorgt ervoor dat kinderen tussen de 6 en de 18 jaar mee kunnen doen met sporten, mee kunnen doen met een schoolreisje. Daarvoor zijn natuurlijk kosten nodig. Want deze kinderen die wij daarvoor uitkiezen, die hebben die kosten en hun ouders zeker zelf niet. Dus wij vragen u vandaag uit om een bijdrage te doen voor de stichting Meedoen. En een deel van deze collecte zal ook gebruikt worden om de kosten van de viering van vandaag te dekken. Ik dank u wel voor al uw zeer gulle gaven. Dat we mogen knisperen.
Slotters. Zalig zij die anderen laten lachen, zij brengen vreugde. Zalig zij die zichzelf niet altijd serieus nemen, zij zullen wijs zijn. Zalig zij die zich niet achter een masker hoeven te verbergen, zij brengen eerlijkheid. Zalig zij die hun eigen fouten toegeven, zij zullen in het leven veel bereiken. Zalig zij die mensen serieus nemen en er voor anderen zijn, zij zullen geprezen zijn. Zalig zij die op jou letten, zij zullen gewaardeerd worden. Zalig zij die in ieder mens een beeld van God zien, zij zijn mensen met wie men graag te maken heeft. Maken wij het stil. Goede God, hier samen voor uw aangezicht bidden wij om uw aanwezigheid, om voor ons een rots in de branding te zijn, om uw liefde en levengevende kracht. Bidden wij samen, maak dit samenkomen rond uw woord tot een lichtpunt van vreugde in ons hart, van inzicht en uitzicht. Doe ons opleven in uw geest van bevrijding, mensen en ontvankelijk voor elkaar. Goede God, herschep het vertrouwen dat wij hier vinden, in elkaar. En tot een nieuwe koers vanwege zoveel mensen, die in de snelheid van de wereld onder de voet gelopen worden. Vanwege zoveel die niet gezien worden. Maak de heenreis hier in deze kerk naar u, tot een terugreis naar elkaar. Geef dat ons gebed leidt tot nieuwe bereidheid, om elkaar niet los te laten. Waar wij deze dagen uit de band springen, in het plezier en met elkaar, doen wij dat in het besef dat u met ons gaat, in stilte en bezinning. Zo werd ons voorgeleefd door Jezus, uw Zoon. Met de woorden die hij onszelf gegeven heeft, willen wij bidden. En mag ik u vragen, als u kunt, om daarbij te gaan staan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Brenda. Brenda. Hoe kan de sterveling die nimmer viel beschrijven wat het voor moeite geeft om overeind te blijven? Het is zo ondoordacht een oordeel uit te spreken. Het was beter als men eerst eens verder had gekeken. Daar gaat een medemens. We zien wel zijn gebreken, maar hebben nooit eens echt zijn achtergrond bekeken. Wie weet van waar hij komt en wie kent zijn gevechten, om met verbetenheid een tweestrijd te beslechten. Probeer toch eens elkaar wat beter te begrijpen en laat, voordat je spreekt, je antwoorden meer rijpen. Wanneer je alles weet, dan kun je veel vergeven. En als je veel vergeeft, wellicht iets ruimer leven. Christus kwam binnen en de eerste woorden die hij de aanwezigen toesprak was vrede. Vrede leeft in ons hart en brengt ons allemaal bij elkaar. Vrede doet jezelf openen. En de Heer is het zelf die ons vraagt om in de warmte van ons hart die vrede te geven. Ik nodig u daarom allemaal uit, middels een hand aan uw buurman of buurvrouw, die vrede te geven. En dat de vrede van de Heer altijd bij u mag zijn. En geef elkaar
zo'n teken van vrede. Waar het in Canada in een hal met 1500 mensen gezongen wordt. Ik denk dat we hier iets bijzonders mogen hebben. Dankzij Sassenong TV die ons dit als cadeau schenkt. Mede aan de Zoolse Poller die hier vandaag voor het laatste optreedt. Iets andere muziek. Dat u mogen genieten. Thank you.
Mooi, hè? Gaan we verder. Marjan, voor de mededeling van de tondenzalters. Even een paar mededelingen. Ik wil eerst de zangeres bedanken voor het geweldige optreden vandaag. Ik heb nog een bloemetje meegenomen. Het haalt het niet bij die bloemen die je net gekregen hebt, maar toch een dank van waardering. Dan wil ik het bloemetje wat we elk jaar weer weggeven, dit keer doen aan Jan Bos van de kapel. Dat ze voor de laatste keer hun spelen vanavond of vandaag. En dan kan de kapel natuurlijk niet achterblijven. Daar hebben we ook nog een aardigheidje voor. Randa, wil je het even geven? Verder had ik eigenlijk geen bijzonderheden meer. Dankjewel. Slotwoord. Mag ik vragen aan meneer Frank Wiertz? Sassen Donkers, Zwolse Maloten. Aan het eind van deze prachtige dienst een paar woorden namens de muzici van de Zwolse Pollen. Alweer vele jaren heeft de Pollen deze dienst muzikaal mogen begeleiden. Eerst in de Vrijsteniskerk en later in deze monumentale basiliek. Overigens dat ik hier even mag staan, doet bij mij, met mijn misdienaarsverleden in deze kerk, dat weer even heel goed. Dierbare herinneringen, maar dit terzijde. Terug naar de Zwolse Pollen. Aan al het goede komt eens een eind. En dat geldt na dit carnaval ook voor de Pollen. De vergrijzing slaat helaas toe. Het was in 1985... dat er binnen de Zwolse brandweer een dwelorkest ontstond. Het Zwols brandweer, koper en zangensemble, de Vuurblazers. Met de brandweer als basis had de kapel eigenlijk een te kleine bezetting. En in 1990 werd daarom de link met de brandweer losgelaten en kon er ieder toetreden die zich aangetrokken voelde door de combinatie van muziek en gezelligheid. En zo ontstond de Zwolse Pollen. Bij het kiezen van de naam werden we geïnspireerd door de naam van de stadsprins van dat jaar. Prins Pol. Immers als Paul Wiertz had hij als slagwerker al aan een aantal repetities meegedaan. En daarnaast verdiende Pol ook wat mentale ondersteuning, doordat hij vanwege de Eerste Golfoorlog de traditionele intocht aan zijn neus voorbij zag gaan. Was het tenminste een kapel die zijn naam droeg. Meer dan 30 jaar in het dwelorkest, waarvan 27 jaar de Zwolse Pollen. Ter voorbereiding van dit moment kwam ik wat kenmerkende Limburgse zinnen tegen over het carnaval. Carnaval kun je alleen samen met anderen vieren. We verkleden ons omdat we het zelf leuk vinden en omdat we graag anderen aan het lachen maken. Maar de hossende massa mag geen masker zijn waaronder de een lacht en de ander huilt. In meer dan 30 jaar hebben we gelachen, genoten en ook gehuild. We begonnen, zoals gezegd, met een kleine groep die steeds groter werd. Kinderen gingen meespelen, soms van kleins af aan. En dat vulde ons met trots. We hebben genoten en heel veel plezier gehad in Sassendonk, Wezel, Emst, Lune en vooral ook in Oeteldonk.
waar we het repertoire moeiteloos konden meespelen. Het spelen in verzorgingstehuizen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Of op de school van Peter Lutz waren optredens waar enorm dankbaar op gereageerd werd. Gijt van der Horst senior deed aan ontwikkelingshulp en hielp ons op weg. Later nam Jan Bos het dirigeerstokje moeiteloos over. Geleidelijk aan steeg de kwaliteit. Het uitbrengen van de cd, dat ik dit nog mag meemaken, zegt iets over de verbazing van de muzici van het eerste uur. Dat dit mogelijk was. Maar ook daarna heeft maestro Jan de kwaliteit sterk weten uit te bouwen. Het is voor een eenvoudige spijkerschriftmuzikant als ik nu zelfs al moeilijk om goed te playbacken. Maar als we omkijken, dan hebben we ook het kleinere en grotere leed mee moeten maken. Wanneer het boek van de pollen na dit carnaval dichtgaat, dan realiseren we ons dat we dat doen zonder Henk Hagedorn, wiens favoriete Jede Taak ook vanochtend weer gespeeld is. Jan van der Meer en Paul Wiertz, omdat zij ons in de afgelopen jaren ontvallen zijn. Op een moment als nu in deze kerk staan we in onze gedachten even bij hen stil. Carnaval is het feest van de ironie, van de omkering. Maar carnaval is ook het feest dat je alleen samen met anderen kunt vieren. Het helpt als je om jezelf kunt lachen. Met drie nummers je als een volwassen nieuwe kapel presenteren bij een zittingsavond in Weijen. Het getuigde van een carnavalesk zelfvertrouwen. Blijven spelen, repeteren en vooruitgaan. En boven alles ervaren dat het extra sfeer bracht waar anderen van genoten. Die instelling spoort helemaal met die eerder door mij aangehaalde regels. Carnaval kun je alleen samen met anderen vieren. We verkleden ons omdat we het zelf leuk vinden en omdat we graag anderen aan het lachen maken. Maar de hossende massa mag geen masker zijn waaronder de een lacht en de ander huilt. Dat is hetgeen we tijdens deze viering uitdragen. En daarom vonden we het zo mooi om hier steeds te mogen spelen. En vinden we het zo belangrijk om juist op deze plek stil te staan bij het einde van de pollen. Namens alle leden en oud-leden dank ik jullie hartelijk voor jullie enthousiasme, geduld, meedijnen en het accepteren van alle foute noten. Het heeft ons momenten gegeven dat we dachten echte muzikanten te zijn. En dat 3 dagen per jaar conform de ironie en de omkering die onlosbrekelijk met het carnaval verbonden zijn. Beste maloten, we zijn gekomen aan het einde van de viering. Mag ik vragen aan de hoogwaardigheidsbekleders, de prins en prinsessen, om de scepters weer op te pakken en om daarmee ook het goede te doen in deze dagen. Om de steek weer ter hand te nemen, opdat wij allen jullie kunnen volgen. Mag ik jullie uitnodigen? En maken we het nog even stil voor de zegen. De levende zegene en behoede u. De levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zegen ons en behoed ons. Doe lichten over ons uw aangezicht. En wees ons genadig, zegen ons en behoed ons. Doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede.
Ga dan allen heen in die vrede in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En we wensen jullie een bijzonder fijn carnaval.